Zo, hop, je bent een. Ja. Hop, okay. Komt ie, Frank? In 3, 2, 1, actie! En actie! Frank! Wist je dat 1 op de 10 mensen in Nederland slechthorend is? Dat zijn 1,6 miljoen mensen. Goed zo? Nee, bel je audicia eventjes, Frank. Ik ga niet lekker. Waarom? Dit gaat niet. Bel me eventjes. Even bellen, je audicia. Hallo. Hoi Frank, welkom. Dankjewel, dankjewel. Goedemiddag. Kijk aan, kijk aan. Ja, ik heb toch maar even een terugbelverzoek geplaatst. Heel verstandig. Op internet. Ja. Maak me toch een beetje zorgen. Ja. Of dat zorgen is een groot woord. Maar wat ik mij nou afvraag, hè, wat gebeurt er nou op zo'n moment dat je een, bij jullie, als je zo'n terugbelverzoek plaatst? Nou, op het moment dat wij zien dat er een terugbelverzoek wordt geplaatst, komt er bij een van onze audiciëns een bericht binnen. Die neemt dan weer contact op met de cliënt en die gaat dan aan hem of haar vragen wat het probleem is. Nou, u gaf dus aan van ik heb een hoorprobleem. Dan gaan we kijken van nou moet er daar een hoortest voor plaatsvinden. Nou, op dat moment ondernemen wij dus actie en gaan wij dus voor die hoortest een afspraak maken bij een van onze partner audiciëns. Ja. Maar ik kom nu eerst bij jou en het volgende stap is dat er een audiciën voor mij gezocht wordt. Ja, neem ik aan. Klopt. Ja. Okay, dat, en waarom eerst naar jullie en niet gelijk naar de audiciën? Nou, wij kijken dus vanuit het perspectief van de slechthorende, die heeft een probleem, die ondervindt dagelijks zijn probleem in een buitensituatie of in een thuissituatie. Die gaat op internet op onderzoek uit. Die wil vanuit dat oogpunt kijken van nou, wat is er mogelijk voor mij. Yeah. En dat doen wij dus geheel onafhankelijk. Wij zijn fabrikant en merk onafhankelijk. En van dat oogpunt geven wij advies aan de slechthorende om te kijken wat is voor hem of haar de beste oplossing om weer goed te gaan verstaan. Noem nou eens wat klachten waar mensen zoal naar jullie toe komen. Nou, de meeste klachten zijn met name soms mensen in werksituaties, dat die tijdens een vergadering slechthorend, er is wat rumoer. Familiaire situaties op verjaardagen, dat men slecht verstaat. Nou, en dan gaan wij kijken van wat zijn de mogelijkheden voor die mensen om dat te gaan oplossen. Dat is een behoorlijk ding wat je in je handen hebt. Dit is een camera. Hiermee kan ik in je oor kijken. En tegelijkertijd hebben we dan je trommelvliesbeeld zichtbaar en op het scherm. Eigenlijk zien is een deel van je hamersteel wat loopt naar het anatomisch midden van je trommelvlies en dat ziet er prima uit. Dus daar ligt het niet aan. Mooi. Wat ga ik doen? Jij gaat even zitten. Ja? En dan hoofdtelefoon op. En dan ga ik even gehoortest bij je doen. Oké, nou goed. Wat staan hier voor mooie producten? Ik zie wel een aantal hele kleine apparaatjes staan, hoorapparaatjes. Ja, eigenlijk een hoop. Producten? Accessoires. Accessoires. Waarbij we gebruik kunnen maken van de hoorsteltechniek. Dit is bijvoorbeeld een? Een streamer. Ja. Waarbij wij gebruik maken van Bluetooth technologie die het geluid van de smartphone bijvoorbeeld waarmee je kunt telefoneren hier inbrengt. En deze zendt het dan zonder vertraging in de hoorstellen. En hier de apparaatjes zelf, hè? Ja. Want het zijn, wat een verschil. Dat zijn de hoorstellen, diverse maten. En eigenlijk zo'n toestel die geeft bijna dezelfde versterking met tig veel meer mogelijkheden. Ik denk dat ik gewoon wat vaker moet luisteren naar andere mensen. Dus gat, ja. Yeah.